Hallo lieve mensen, hartelijk welkom terug bij een nieuwe Overleven met Roy en Vincent. En in deze aflevering ben ik aan het wachten op Roy, die komt elk moment naar beneden met spulletjes. En ja, wat voor spulletjes, dat moet je na het intro even checken. Daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Roy en Vincent. Roy, waar blijf je? Ik ben er, ik kom Oh, daar kom je. Oh, je verscheen, je verscheen ineens uit het donkere. Uit het wazige donkere. Dankjewel. Nee, niet gelijk droppen. Wat? Ja, magical spell. Ik kom er niet in. Oh. Ja, daarom zeg ik, laat mij maar droppen. Je hebt die magie. Oh. Magie. Heb jij ook een crafting table? Nee. Oh. Oh. Ja, we hebben geen hout meer, zeg maar. Oké, ik drop hier wel de zooi in die belangrijk is, ja? Onder andere torches, iron en ore van dat kool. Ik hoor lava, Roy. Ja? Ja, hier in de buurt, hoor. Het kan elk moment hier zijn, hoor. Niks. Oh, heb ik iron weer? Ja, weer iron gevonden, Roy. Alweer? Ja. Nice. 4 stuks. Ik hoor echt lava in de buurt. Ik hoor van dat weet je wel, van dat blobberige. Ja, dan hier in de buurt. Blubberen. Moet maar komen, Roy. Zit hij echt in de buurt, hoor. Oké, wacht even. Ik ga wel een beetje graven. Ik heb het gevoel dat het elk moment naar beneden kan vallen. Heb je nooit zo'n gevoel? Ja, maar je ziet het meestal door de blokken heen, hè? Wat dan? Dat het, als het boven je zit, dan zie je die druppels verschijnen. Van lava ook, ja? Ja, die druppelen. Net zoals water. Maar ja, klopt. Ja. Oh, dan wist ik niet dat er bij dingen ook was, joh. Als het nou onder je zit, ja. Dan moet je ook uitkijken, want meestal is het zo'n grotje inderdaad, hè? Ja, klopt. Maar wacht even. Gewoon even uitkijken dat je er niet in valt. Ik wil even luisteren. Het is hier een beetje... Ik ga gewoon... Het is, kom maar hier, Roy. Een beetje mijnen. Dan hoor je het vanzelf. Ja, ik hoorde het net inderdaad. Ja, stom, hè? Het kan, ik weet niet waar het vandaan komt. Zullen we even hier aan één blokje werken met z'n tweeën? Dan kunnen we wat meer bereiken hier. Want hier zit het in de buurt. We kunnen beter hier dan samen aan werken. Plaats ik even een torch hier. Oh shit, ik heb de lava gevonden. Nee, echt? Ja. Ik was wat... kijk uit. Want dat gravel, dat houdt het nou tegen. Oh, ik hoor het. Wat doet het dan? Er zat iron aan het minen en het zat er zeg maar boven. Oké, dus hier omheen moeten we... Dat was ik al heel erg bang. Oké, hier omheen moeten we dus even graven. Ja, kijk uit dat je boven je graaft, want... Ik zie rood. Ja, daar is het. Oh, nee. Nog niet? Ja, oh, op het moment, is, hier moet je graven, hier. Ja, ik zie wat. Oh! Laat vooral naar binnen komen. Nee, ja, gat maken. Kijk. Kijk, nice. Zie je het? Ja, ik zie het. Beter. En dan? De omheen. We gaan omheen. Nu omheen. Een boogje omhoog, zo. En dan gaan we kijken of we daarboven kunnen komen. Want we moeten natuurlijk wel daarboven zitten, niet ernaast. Want anders gaat het ingaan. Dus kijk. En dan kunnen we misschien de grot vinden. Want waar de lava natuurlijk vandaan komt, dat is belangrijk. Lava is zo gevaarlijk. Is denk ik wel nog erger dan elke vijand in de game. Denk je niet? Nou. Bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, kijk, als je met lava komt, dan ben je gewoon de lul. Oh, kijk, wat ik nu doe is niet goed. Wacht, zo. Daarvoor. Kijk, het gaat goed, Kijk uit, hè. Ja. Het gaat niet verder zo, hè? Nee, het gaat niet verder, hè? Oké. Oh jee. Dan moet hier in de buurt moet dan dingen zitten, want dit is een grot. Apart, hè? Nou, het is maar de vraag of je nog... Oké, ik ga voor het zeker één dingetje omhoog. Nog. En dan hier is heel veel dirt ook. Dat vind ik ook een beetje raar, hoor, dat hij allemaal dirt zit. Heb je geen spatel? Heb je een spatel? Hij is bijna kapot. Ik heb ook geen... Ik heb geen sticks hier. Shit. Oh. Ik eet even een boot. Oh. Ja, ik hoorde hem. Oh, nee. Ik weet niet of hier in de buurt moet dingen zitten. Er kan diamond zitten al, hè?
Dat is een beetje het voordeel. Dus als we naar de deur een beetje weg gaan. Dat is Lazuli. Oh, je staat er net voor. Ja, daar heb je toch niks aan dat spul. Ja, mooi. Kun je blokken van maken. Oh, die blauwe, oké. Okay. Kun je het huis mee versieren en zo. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik dacht meer aan bricks. Brick niet beter? Nee. Stone brick? Of van de brick gewoon rode? Maar we hebben nou een houten huis. Ja, dat wat klopt. Wat wil je dan gaan doen daarmee? Oh jee. Weet ik niet. Ja. Ja, maar ik denk wat pas met hout. Wit, dat witte spul. Quartz? Of niet? Past dat niet? Of cobblestone? Past dat bij de... Stone. Dat past bij hout. Nee. Gewoon stone maken, joh. Kijk naar uit, hè. Maar wat wil je dan maken van stone? De zijkanten, de palen. En daaromheen hout. Oké. Is dat geen idee? Ja, het is een idee, hoor. Lijkt me ja, ik weet niet waarom ik me voorstellen wat voor palen je wilt. Nou, gewoon aan de zijkant, de hoeken afwerken met zeg maar een bepaalde blok. Snap je? Ja, nee, oké. Ziet er mooier uit. Heb je gravel bij je? Hoezo? Oh, dat plaats je volgens mij elke keer op bij dat. Zo. Hier moet zeker weten dingen bij komen. Zeker met diamond vinden. Hier, sfeer. Zing je nergens een grotje zijn of zo? Nee, is jammer hè, dat het geen grotje is, maar hier zou je ja, het wel... Ja, want dat vind je meestal. Ik had in de kelder had ik ook nog... Ja, hier gaat het door nog hoor. Mind. Hier zie je nog lava, dus dat betekent dat hier ook nog kans kan zijn hoor, op eventueel diamond. En hoe hoog zitten we nu? Kijk, nu zitten we op 10. En ze zei inderdaad tussen 8 en... 3. Nee, 13 en een 5 of zo, volgens mij. En zoiets, hè? Nee. Oh, ik hoor... Ja, jij hebt ook de lapis waarschijnlijk. Ja. Oh, nog rood spul hier. Is dat redstone? Ja, redstone, hoor. Deze stack sunflowers. Oh. Zo. Nou, dames en heren, ik kan het nu al gelijk verklappen. Voor de mensen die de survival serie kijken, jullie hebben al opgemerkt dat ik een beer ben. En ik heb geen pickaxe meer. Een beer zonder pickaxe. Oh jee. Shit. Nou, naar boven. Ja, / home. Oh ja. En ik ben Kroelbeer. Dus dat is mijn nieuwe account. Dat heb ik al een tijdje. Ik ben al een paar keer in de server geweest en niemand weet natuurlijk dat ik er ben. Dat is wel grappig. Wat, waardevolle spullen. Ik zat gelijk even iron vermaken hier. Ik leg de cobblestone gelijk in de cobblestone plaats. Zo. En dan... Wat moest ik meenemen? Ah, ja, pickaxes. Kijk, die had ik al van tevoren gemaakt natuurlijk. Zo, ik neem ze allemaal mee hoor. Ja, luie. Het gaat makkelijker zo. Zo. Misschien een beetje een saaie aflevering. Dat we niet zoveel zien van de omgeving. Maar dit hoort er ook bij. Minecraft, hè? Minen. Kijk. Nee. Heb je een... Wat heb je dan? Een iron. Anders kan je niet minen. Oh, serieus? Heb je die voor jezelf ook gemaakt? Ja, voor de redstone had ik die gemaakt, man. Oh. Ik zeg ga naar boven en leg ze weg. Ja, ik zeg ik ga naar boven. Jongens, jullie hebben gezien, bewijs. We hebben de eerste diamonds, 4 diamonds gepakt. Ja, yeah. En we hebben wat kool. Ik heb trouwens wat nieuwe... Hé, er zijn wat nieuwe irons. We hebben 12 irons, zie ik nu. 12 irons? Ja? Oké. Okay.
12 irons erbij. En in totaal 23. Dus dan maak ik even een pickaxe van, ja, van die iron. Hebben we een sticky? Ja, ik ga ook even naar... Moet je nog hierheen, naar deze grot? Ja, ja. Oké, TP dan even. Moment, ik moet eerst even een iron ding maken. Zo. En dan cobblestone moet daarin. Zo. En dan wil ik die verdelen hierin. Dus dan pakken we dit. En dan doen we daar wat van in. Dan pakken we de helft van. En dan pakken we dat en dan pakken we ook de helft van. En de legste regen terug. Kijk. Easy as fuck. En dirt. Doen we de dirt chest. Ik heb ook fence hekjes. Waarom heb ik fence hekjes? Die schoppen we even bij waardevolle spullen. Waarom zitten arrows in, jongens? Zo. Kom naar boven, hoor. Ja, ik kom eraan. TPA, Rui. Komt-ie. Ja, dankjewel. Gaan we even verder minen. Ik heb een iron. Die gaat ook zeker wat beter, wat sneller met een minen, ja. Oh, jee. Dus? Er staat een zombie aan de deur. Ja, ik zag hem, ja. Voor heel veel mobs. Waar hadden we die diamond gevonden? Hier helemaal. Even kijken, hoor. Wat hadden we die gevonden? Zijn we al... Oh, we zijn een pokend gegaan. Zo. We zijn ook een end gegaan. Ligt er meestal bij... Naast die diamond ligt er ook meer diamond? Nee. Wat kunnen we nou het beste doen met diamond? Wat kan je nou het beste doen? In het begin. Met diamond. Ja, verzamelen natuurlijk. Zoveel mogelijk. Niet. Maar wat zou je nu kunnen maken? Je armor is niet zo heel erg belangrijk. Dus wat zou je dan op de tweede plek moeten maken van diamond? Ik weet niet, je kan... Een diamond pickaxe lijkt me wel echt machtig. Maar dan kan je... Kan je bijvoorbeeld een portal maken. Ik weet niet of dat aanstaat hier in die server. Ik weet het ook niet. Volgens mij heb ik een ding gevonden. God, over is dat... Ben ik al een rondje gelopen? Ik weet het niet meer. Ik ook niet. Kun je namelijk uitkijken? Voor mij hebben we iets omheen. Even kijken, hoor. Grappig dit, hoor. Cobblestone. Zo, ik ga nog even verder minen. Wie weet vinden we nog wat diamond hier. En wat komt er ook weer? Je hebt toch alleen iron en diamond? Dat is toch het enige wat je kan vinden? Of staat er nog wat tussen? Ik weet het even niet meer. Had je alleen iron en diamond? Als armor? Nee, ook maken? Gold. Gold, dat was hem, ja. Gold zit daar toch ook bij, of niet? Ja, gold kun je ook vinden. Maar gold is meer voor mooierheid, toch? Begreep ik. Ja, gold is heel erg... snel breekbaar, zeg maar. Oké. Okay. Voor mij heb ik een... Oh ja, hier kwamen we uit. Hier hadden we voor mij ook weer een gat gegraven. Oké, okay, tof. Er zijn veel zombies, joh. Ja, elke keer, joh. Dat is echt bizar. Er staan er weer twee aan de deur. Ga je ze weer doden, ja? Gewoon weer skeletten en zo. Iron. Heel veel iron. Oh, lava weer onder me. Oké, dan moet ik uitkijken. Heel veel iron hier, hè? Een paar blokken, joh. Even wat brood maken. Ja, ik heb een ding gevonden. Een grot. Met cobblestone, ik zie kool bedoel ik, en redstone en iron zie ik eromheen. Ik kom... Dit is een mooi ding, joh. Kijk, dit is een grotje. Hier komen we tenminste verder. Ik ga eromheen bouwen. Het is wel even zoeken, hoor, in het dolhofje beneden. Ik ga eromheen, heel voorzichtig. En kool. Nog meer kool. Ik ben helemaal... Oh, Roy, weg. Kijk uit. Ja. Dat bedoel ik. Moet je niet gelijk TP'en naar mij? Niet zo slim, hè, Roy? Godverdomme. Ja, niet zo slim van je, hè? Voordat het even melden wanneer je naar me toe komt. Nee, echt waar, joh. Nee, dat is mijn schuld. Ja, nou ja, jij zegt niks. Dus het is wel degelijk jouw schuld, ja. Dat je ik zelf... Ik kan TP'en natuurlijk, omdat ik een... Ja, maar dan moet je wel even TPA doen naar mij en dan mijn naam. Dan kan ik zeggen van accepteren wanneer ik veilig sta, zeg maar. Dat is een beetje het doel van Minecraft. Oh. Oh. Lekker dan. Ja. En bedankt. Ja. Ik, zoals ik al zei, het is niet mijn schuld. Jawel. Nee. Wel. Jij bent zo dom.
Wacht, ik ga even daarom. Dan hebben we wat de gravel mee. En dan even. Ik zal het nog niet doen nu. Ik sta weer even dicht bij de rand. Ja, TP accept. En je moet ook niet bewegen als je hier bent. Dat is het belangrijkste ook, dat je niet gelijk beweegt. Dan weet je niet waar je bent natuurlijk. En weg hier, ik heb dit gevonden. Dit is mijn spul. Dit is mijn iron. Ik wilde er goed in gaan, zeg maar. Niet te veel bedekken, anders weten we niet dat het lava hier zat. Don't worry. Ik heb wel iron gevonden. Even kijken hoeveel. Ik heb 21 iron. Nou, dat is wel lekker, toch? Toch? Lekker toe, ja. Ja, toch? Ja, toch? Ja, ja, ja. Geef me ballonnen, lieve maar. Ah! Godverdomme! Nou, daar ga ik weer. Oh. Nee, niet mijn spullen pakken! Sorry. Thanks voor de bomen en de spullen die niet. Oh, ik pak ze zelf weer terug, heel de tijd, die objecten. Ben je hier al terug? Jij hebt mijn iron pickaxe. Jij hebt mijn iron pickaxe. Niet in de lava gooien, alsjeblieft. Kijk, en hier kan je ook naar boven, die zit er ravijn. Ja, je moet daar torches neerzetten, aapje. Dan spannen we niet zoveel zon. Hier zit een ravijn, joh. Jeetje. Kijk nou. Oké, zullen we daar naartoe gaan? Dat is wel heel gevaarlijk. Wacht even, misschien dat er ook ergens een... Ik ga het gewoon doen, joh. Hier zit heel veel gold. Kijk, hier kunnen we tenminste een beetje minen, joh. Misschien vinden we dadelijk ook nog zo'n mineshaft. Mineshaft? Mineshaft. En dan? Wat kan je daarmee? Nee, gewoon. Daar kun je spullen in vinden. Dus van zadels en zo. Ik zie heel veel gold. Oh, nice. Mine? Ja, ik ga minen sowieso. Mine, mine. Deze komt. Pak eens de gold even op. We kunnen beter wat gold hebben, een klein voorraadje, jongens. En de mine video mag wel wat langer zijn. Want mine is nooit echt... is een beetje saai, vind ik altijd zelf. Maar het is wel altijd heel bijzonder wat je tegenkomt. En dat is wel heel vet hoe ze dat hebben verbeterd met de Minecraft updates, vind je niet? Ze hebben best wel... Hoezo? Komt door het opslaan van de map. Of zoiets, ik zeg maar wat. Oké. Okay. Is zo. Oh ja, hier. Gold heb ik hier. Oh my god. Tussen? Ik zag een oude vriendin van ons. Wat dan? Ik zag een witch lopen. Echt? Ja, echt. In die ravijn? Ja. Dat meen je niet. Ja, nee, echt. Ik heb een eigen soort, dus dat maakt niet uit. Ik mean it. Zijn ze hier zo? Kijk, gold erboven. Nee, daar. Hier, dit god in. Deze god in. Dit god in. Zit hij daar dan? Oké, je loopt daar eens heen? Ja, ik zie hem, ja. Oh. Shatty. Oké, we kunnen aanvallen, maar we zijn heel onstabiel als we... En er ligt lava achter ons. Komt-ie. Oh. Weg. Kom. Wat? Oké, val maar. Van, je stond ervoor. Ja, goed zo. Hé, wat heb ik nou? Poison. Oh, stone dust. Nice. Dus, tof. Dan hopen ze witches, hè? Meest... Godverdomme, hé. Nog 3 seconden poison. Nice. Oké, ja, hij is afgelopen. Gelukkig, joh. Jeetje. Wat een brutaal wijtje. Wijfie, of het nou een man is of een vrouw, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Ja, het is een vrouw, denk ik. Ja? Ja. Ja, je weet het niet in Minecraft, niet echt zichtbaar of zo. Ik heb wat iron. Kool hier. Hoe hoog zitten we wel niet, hoor, in het ravijn? Ik zie wat zombies daarboven volgens mij, hoor. Ja, die lopen inderdaad wel vaak op de regel en zo. Wat, hè? Ja. Toch, joh, hè? Vaker in Minecraft zo'n ravijn, hoor. Hier heb je ook heel vaak een mineshaft hier, in ravijnen. Mineshaft. Nou, mooi op mijn facecam. Het licht komt, het zonnetje straalt op mijn kin. Nou, mooi kan niet hebben. Waar zag ik nou die gold net? Zit die boven mij, Roy? Ik zag net... Ja, boven je.
Nee, ik heb een gold. Ja, serieus? Ik zal even dit doen, jongens. Oké, gaat goed. Hier kunnen we nog wat eieren. Ik pak ook wat eieren mee, want ik denk dat we eieren meer nodig hebben dan, dan de diamond, denk ik. Zo'n gevoel heb ik, zeg maar. Ja, sowieso. Armor en zo. Er zit hier ook veel diamond, of niet? Is dat ook zichtbaar? Waar zat dat gold hier, nou dan? Hier volgens mij... Nee. Waar zag je dat gold zitten dan? O, daarboven. Boven? Oh ja, ik zag hem niet. Ik wist niet waar boven, want er stonden blokjes voor. Ja, ja. Ja? Nou, dan niet. Zo. Ik ga het zo even veilig stellen hoor. We kijken of er gold hier zit. Er zitten allemaal blokken, joh. Zo, en eieren ernaast? Oh, baas, zeg dit. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zie het nog net. Eieren. Zo, ik heb wat eierenblokken, Roy. Oké. Gaan we die mineshaft helemaal af? Uh-huh. Ja, ga je dat echt doen? Want zal ik even mijn spullen... Ja, ik weet niet. Oh, ik wil even naar home te gaan. Wacht, ik ga even naar home. En dan drop ik even die spullen af. Zo. En meest zwart weet nog steeds niet dat ik Vincent ben. Dat is echt heel grappig. Dus speel je eigenlijk in de server en dan weet je niet. Is goed. Graag. Hij komt op bezoek bij ons. Blijf je hier, Robin, dan ga ik naar home. Nee. Ik ben al bij home. Ja, lekker handig. Ik zeg het je net. Oh, ja, hoorde ik niet. Kom even terug dan. Ja, wil je me niet in de dingen stippen, alsjeblieft? Ik zal een beetje in de hoek staan. Moet je niet bewegen, hè, als je accepteert. Oh je kan TPA klikken voor mij, kan je ook, hè? Gelijk bukken. Oh, een watervaltje. Kijk, een waterriviertje hier. Ik doe wel home. Ja, ga maar meest zwart. Meest zwart komt dadelijk. Oh, je hebt wat gebakt hier. Ik zal wat gold bakken. En ja, wat eieren. Ik heb 36 eieren, Roy. Ja, die god. Kijk, dadelijk kom mee zwart even op bezoek. Gezellig. Hij is er al. Oh, hallo. Ja. Mag ik wat eieren? Hier hoor. Hey, kom hier hoor. Hallo, mee zwart. Hij is hier hoor. Ah. Ja, dus jij bent. Hallo moppies. Ze willen gelijk wat eieren van ons. Kijk of die hier zo. Hij mag twee en jij mag er twee. Weg even, jongens. Beetje. Jongen, meiden, ik heb jullie eten gegeven. We gaan er niet in de weg staan. Zo. Oh, geen, helaas. Hij zegt niks van de team. Ze weten nog niet. Ja, grote farm inderdaad. Ze zitten nog even te kloeren op ons farm, joh. Wat zeg je? Oké, deze farm gaat dadelijk dicht. Die gaan we dichtgooien met dirt. Even kijken, we hebben genoeg dirt. Ik ga de deur pakken. Dan gaan we zo. We gaan de aflevering afsluiten, Roy. Ja. Er zijn heel veel mensen ineens. Oké, dames en heren, voor een leuke video geef een duimpje. Vergeet te abonneren en de volgende keer terug gaan we weer verder met deze geweldige game. Bedankt voor het meespelen, Roy. Kijk ook op Roy Games om te kijken naar haar perspectief van dit verhaal. Doei. Doei.